Op donderdag is er dan eindelijk de combinatie waar het deze week om draait. Kinderen en boeken. Ted bezoekt basisschool Het Mozaïek. Een zwarte school waar ze alles op alles zetten om kinderen te laten lezen. Hier wordt toch bijna 54? Ja, dat klopt. Wat dacht jij dan? Je dacht dat ik een jaar of 26 was of zo? Ja. Nou, ik zie er ook uit als 26. Ja, echt wel. Jazeker. En u schrijft ook hele leuke boeken. Ja, okay. Ja, heel mooi. Kijk, nou, voor jullie de kans kom ik heel graag. Wie heeft al een idee? Een boek. Een boek. Een lijst. Dus ik maak rode balletjes bij. Hoe ga ik open als een boek? Ik wil mezelf eens lezen. Bladeren. En kijken hoeveel pagina's ik tel. Of ik een sprookje ben of meer een studieboek. Zal ik meer kopen? Lenen bij de piep? Alleen stiekem lezen hoe ik afloop? En zachtjes terugzetten in de kast? Nou, dat is het hele gedicht alweer. Maar het verschil tussen Annie M. G. Schmid en mij is misschien dat bij Annie M. G. Schmid is het vooral de buitenwereld waarin die kinderen moeten optreden. En die kinderen moeten zich zien te redden in die buitenwereld. Bijvoorbeeld in de flat, in de pettenflat. En bij mij is het meer de innerlijke wereld waar kinderen hun weg in moeten vinden. Van je eigen gedachten, je eigen leefwereld die nog niet klaar is. En mijn gedichten, bijna al mijn werk, gaat juist over, als het ware, een eigen plek vinden voor jezelf, maar ook in jezelf je eigen plek vinden. Oh. Je hebt echt talent. Heb ik echt talent? Ja, vind je dat? Oh, dat is fijn dat te horen. Dank voor de bloemen, voor de enveloppen en de brieven. En tot ziens allemaal. Tot ziens. Dag, dag. De week van kinderboekenschrijver Ted van Lieshout.